Yes, vandaag ben ik hier. Ik ga je zo vertellen precies welke locatie. Maar ik kan je één ding zeggen. Ik ben vandaag met heel veel blije kinderen. Want ik ben vandaag hier bij Total Care Institute. Dat is een, het is eigenlijk 3-in-1. Het is een kinderdagverblijf. Het is een naschoolse opvang. En het is ook huiswerkbegeleiding. In Dominguito. Ik ga je zo meteen laten zien hoe je hier terechtkomt. Maar wat is nou bijzonder hier aan deze Total Care Instituut? Het is ten eerste Nederlandstalig. Dus je kind wordt eigenlijk alles bijgeleerd in het Nederlands. En er is nog veel meer. Kijk, die kinderen achter mij daar. Wauw, die hebben het echt naar hun zin. Dat zijn de dagverblijvers, zeg maar. En ik ga even kijken hoe ze het echt naar hun zin hebben. Nou ja, ik kan me voorstellen, vroeger toen ik klein was. Omdat die echte kost ik niet meer. Dat was zeker oma. Zeker oma, wat heb ik erbij? Niet iedereen heeft die mogelijkheid. Naschoolse opvang, iets wat eigenlijk heel Curaçao naar op zoek is. Waarom? Werkende ouders. Je kind is klaar met school. Wat moet je dan doen? En het is niet een probleem. Het hoort erbij bij het leven. En heel veel mensen zijn dus op zoek naar een goede, betrouwbare naschoolse opvang. En dat is best wel moeilijk op Curaçao. In ieder geval, Total Care Instituut, die heeft het. Ik ga jullie straks meer vertellen wat het precies inhoudt. Waarom dit zo belangrijk is. En waarom het is een gecertificeerde instituut. Heel centraal, Dominguito, Salinha, Botecorillega, Missora. Trouwens, de naschoolse opvang begint eigenlijk al vanaf 12 uur. Dus, Skola Kaba, yes, Dominguito. Ja, dan heb je natuurlijk ook de kids die nog niet naar school gaan. Kleintjes. Ja, die moet je al heel vroeg in de ochtend brengen natuurlijk. Want die gaan niet naar school. Jij als ouder, Mr. Melden onder de boot, toch iets voor achter. Dus, dat zijn de dagverblijvers. Kleintjes die heel de dag door begeleid worden. En dat is eigenlijk wat je ziet. Er wordt voorgelezen. Ze krijgen hun momenten. En volgens mij is er ook zelfs een momentje dat ze mogen slapen. Want dat is ook heel goed voor de gezondheid van een zeker van zo'n kleinkind van 2-3 jaar. En die kunnen hier terecht al vanaf 7 uur. 7 tot 6. Bosaku Bayuta. Safe. Ja, met die kinderdagverblijf. De dagverblijf, zoals ik ze noem, die kleintjes, waar ik het net over had. Heel belangrijk. Er is een methode op Curaçao, eigenlijk een vereiste methode van de regering. Die zou je moeten hebben, eigenlijk. Een certificering, daarom zei ik net al. De Total Care Instituut is gecertificeerd. Namelijk de kleidoscoop methode, dat is een vereiste. Nou, dit is, ik laat je even zien. Ik noem het de kaleidoscoop room. Verschillende hoekjes. Kinderen komen hier 's morgens aan. Eerste wat ze doen is dus hier naar binnen. Je wordt eigenlijk bijgeleerd vanaf spraak. Kijk, het zijn kleine kinderen. 1, 2, 3 jaar. 1 tot 4 heb ik begrepen. Dus je hebt nog heel veel te leren. Spraak. En het gaat door tot en met, ik zag puzzels. Dus gaandeweg, het is niet alleen je brengt je kind bij een kinderdagverblijf en klaar. Nee, je wordt bijgeleerd. Je kind heeft na 3-4 jaar ook opvoeding gehad. En dat is heel belangrijk. We zijn even in de keuken beland. Ja, je weet, ik belicht alles, hè. En dit vind ik heel bijzonder namelijk. Want tuurlijk. Er moet gegeten worden. Maar daar zijn ook hele mooie, dus een hele mooie schema, hele mooie planning, waar ik iets meer over ga vertellen. Maar niet alleen het schema is mooi, de maaltijden zijn ook wauw. Bijvoorbeeld, Aweta, kip stomba met rijst en drop ertjes en wortel. Wauw, ik ben ook nog eens gezond, hè. En dat is het mooie, dat is tussen 12 en 1. Gewoon een goede, warme maaltijd, zoals we dat gewend zijn hier op Curaçao. Je hoort het al, de begeleidster. Ik hoef het niet te zeggen, je hoorde het zelf al. Nederlands sprekend. Ik blijf het zeggen, het is belangrijk. Het discussion in een hobby tempo kan begaan op Curaçao. Nederlands of Papiamento. Ik zeg altijd,
ja, op een gegeven moment, misschien nu is het niet, lijkt het niet belangrijk, maar op een latere leeftijd, je kind gaat studeren in het buitenland. Of het nou Amerika is of Nederland, de meeste kinderen die vloeien door richting Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. En die basis in het Nederlands is zo belangrijk om die te hebben. Om eigenlijk door te kunnen stromen over, wat zijn die kinderen, zijn misschien nu 2, 3 jaar. Maar over 16 jaar is wat ze nu hebben geleerd heel belangrijk geweest. Ja, dan gaan we even door naar de wat grotere. Ik zie hier 5 jaar, 6 jaar. Ik zie zelfs volgens mij 7, 8-jarigen. Misschien zelfs 9-jarigen. Ik ga even, toch even stiekem checken hoe oud, wat de leeftijdscategorie is van deze groep. Want dit is de naschoolse opvang, inclusief huiswerkbegeleiding. Ik zag ze net ijverig bezig. Nu hebben ze een beetje pauze, dus ambiente, no ambiente, corabon. Het is ook vooral genieten. Dat is ook heel belangrijk. Maar zo, want wordt er gewoon die onpasseis te bezig te trazen. Er zijn ook leuke momenten tussendoor. En als je goed kijkt, achter mij... Simon Meerte, dat is een stagiair uit, ik weet niet, ik moet kijken, want ze hebben hier stagiaires uit Nederland en ook België. Meerte, Nederland of België? Nederland. Nederland, accent is wel erg, maar het is inderdaad stagiaires die worden opgeroepen om uit Nederland met hun ervaring, met hun systeem die ze daar op SPW of SPH niveau krijgen, die kunnen ze hier toepassen. Meerte. Meerte gaan we toch iets meer vertellen over wat doen de kinderen hier eigenlijk tussen 2 en 4. Want dat is het tijdstip dat zij hier de kinderen begeleidt. Ja, de kinderen komen dan tussen 2 en 4. En dan ondersteun en begeleid ik ze eigenlijk bij het maken van hun huiswerk. En dat zijn eigenlijk alle vakken zoals Nederlands, papiermens. En dan ga ik ze overhoren of ze overhoren elkaar. En eigenlijk samen helpen we elkaar om het huiswerk af te krijgen. Hoe ging het vandaag? Nou, want het is bijna 4 uur, ze zijn klaar, hè? Ze waren vandaag echt heel goed bezig. En dat zeg ik niet alleen omdat het gefilmd wordt. Oké. Okay. Echt wel een goede dag. Ja, hè? En toen kwam ik binnen, toen was het even rumoerig, hè? Ja, ik heb jullie gestoord een beetje. Ja, maar het is ook 4 uur, dus ze zijn klaar. Ze zijn klaar en dan gaan ze nu eten. Okay, hier in het kantoor hebben we een boom. Het is een tekening. Maar de blaadjes, die zijn apart. Hier kunnen de medewerkers opschrijven hun positieve inspiratie. Ja, hier wordt echt overal aan gedacht. Zak je zie als de prijs me naartoe. En dat touch me. Ik kan het niet laten. Vrede in de wereld. Paz na mundo. Europa. Middle East. Trucamina dingera. Bang pe positivisme. Bang pa paz ding mundo. Oké, nog 1 keer. Granatabelweg 127. Je ziet als je voorbij rijdt, je ziet het al, hè? De Total Care Instituut, groot op de gevel. Je kan het niet missen.